ik ben Willy Canis, ik ben 23 jaar en ik kom uit Kampen. En wat doe je hier op 2K? Ik probeer een gouden medaille te halen en heel hard fietsen. Willy, gisteren, wat is er gisteren gebeurd? We hadden 500 meter en ik werd vierde op een 1000ste te weinig, dus dat was best wel balen. Ja, want hoeveel centimeter is dat? Geen idee, maar het is heel weinig. Ja? Veel, maar wel heel weinig. Banddikte, of is het meer denk, of minder? Ik denk nog iets minder. Nog iets minder dan een banddikte, ja, dat is ja, lijkt me zuur. Ja. Maar goed, hoe zie je je verloop van die 500 meter? Als je kijkt naar vorig jaar en het jaar daarvoor? De tijd was heel goed. Ik kwam alleen niet zo goed uit de machine. Maar ik heb wel een heel goed rondje geweest. Dus, ik heb wel vertrouwen in dat de rest van het toernooi helemaal goed komt. Ja. En de rest van het toernooi, wat gaat er nu nog gebeuren? Morgen heb ik een sprint. En als het goed is zaterdag ook nog, de finales. En dan zondag nog de Keirin. Dus, En als je dan even doorkijkt naar de Olympische Spelen? Ja, dan hoop ik natuurlijk een medaille te halen. En, we hebben nog even om te trainen en nog even iets scherper worden dan dat het nu is. Want welke onderdelen zijn Olympisch? Alleen de sprint voor mij. Dus, ik heb me gekwalificeerd, dus ik kan me nu WK helemaal richten op het WK en dan straks richting de spelen. En als je dan kijkt naar je concurrentie, hoe heet ze, Chinese Reed? Riet heet ze toch? Van de BMX. Ja, die van de BMX. Ja. Wat vind je daar dan van? Want zij heeft gezegd dat ze alleen nog maar BMX gaat fietsen tijdens de Olympische Spelen. Ja, voor haar wel een goede keuze. Want zij maakt bij de BMX gewoon heel veel kansen om te winnen. En op de baan is het nog net niet. En dan doet ze het onderdeel teamsprint, wat niet Olympisch is. En de sprint heeft ze eigenlijk nog nooit gereden. Dus voor haar is de keuze, denk ik, goed dat ze voor de BMX gaat. Ja. En jouw keuze? Ik denk dat ik een goede keuze gemaakt heb voor de baan, want ik ben dit jaar heel veel gegroeid en ik heb de wereldbeker gewonnen, dus ik denk dat dit voor mij beter is geweest. En wil je op de Olympische Spelen ook nog BMX gaan fietsen? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Omdat ook de kwalificatie lastig wordt? Omdat, Ja, precies. Dan moet ik deze zomer nog mijn kwalificatie halen en het is gewoon heel veel trainen nog voor de baan, dus ik denk dat het te veel gaat worden.